Buurtzorghuis Hospice Doevenbos werd vrijdag 29 april officieel geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Bob Fostermans en overige genodigden. Iedereen die graag zelf een kijkje wil komen nemen, kan dat doen tijdens de open dagen dit weekend, 30 april en op 1 mei. Nou ja, de droom is begonnen in 2009, kan ik wel zeggen. Er is een hoop onderzoek vooraf gegaan of het überhaupt wel haalbaar was in deze regio voor een hospice à la buurtzorg neer te zetten. In 2003 was het zover dat we wisten dat we groen licht hadden, ook qua zorgverzekeraar. En toen hebben wij contact gelegd naar onderzoek van vijf zorginstellingen dat we heel graag in zee wouden gaan met buurtzorg. En op een woensdagavond om een uur of 7:30 klopte en belde Jos Blok bij ons aan in Heersum op het terras. En daar is het eigenlijk geboren. Dus toen zei hij, ga jullie gang, maak je plannen maar af. Jullie mogen bij ons op de payroll, maar je moet zelf wel zorgen dat het er komt te staan. En helaas, na 2 jaar verder, toen eind 2014 moest ik vertellen dat het financieel voor ons niet haalbaar was. We kregen geen garanties voor de financiën. En toen zei Jos, nou, doe er nog maar niet helemaal in de prullenbak, ik kijk even rond. En na 14 dagen meldde hij dat hij een investeerder had. Die wou met ons praten, die kwam kijken hier via Park Hotel naar deze locatie. En ja, toen is het heel snel gegaan. En nu de opening, wat gaat er precies gebeuren vandaag? Ja, volgens mij wordt het gebouw vandaag opengesteld voor iedereen die het wil zien. En nou, ook de mogelijkheid om te spreken met de mensen die hier komen te werken. Want die zullen het vooral gaan bepalen van hoe het hier gaat. Hoe gaat dat bij ons? En hoeveel cliënten kunt u hier ontvangen? Nou, we hebben een capaciteit eigenlijk van 8 appartementen, waarvan 6 voor de palliatieve zorg is. En 2 persoonskamers voor de respijtzorg. Dat wil zeggen voor chronisch zieken die even nog op adem moeten komen. Die een indicatie hebben voor zorg weliswaar, die kunnen dan hier ook opgenomen worden. Ja, hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? Ja, het is een hele mooie samenwerking geweest tussen het team, de dames van het team. En nou ja, een stukje ervaring van mijn kant. En nou ja, de financiële input vanuit buurtzorg. En heb je nog rekening gehouden met kleuren, met rusten? Ja, op een gegeven moment kwamen nou ja, in ieder geval José samen met Pep en Gabi kwamen bij mij. Van, nou, we willen eigenlijk wel graag toch wel dat het een bepaalde richting ingaat qua kleur en qua sfeer. Dus daar hebben we uitgebreid over gesproken. Hebben een kleurenplan gemaakt, sfeerbeelden daarbij. En die werden eigenlijk meteen goedgekeurd door de dames. Dus toen konden we gaan winkelen eigenlijk. Ja. En zeer tevreden? Ja. Ja, zeer tevreden. Ook omdat de dames tevreden zijn, dat is eigenlijk voor mij het meest belangrijke. Maar volgens mij klopt het allemaal, dus ja, tevreden.